Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Loop TV. Ja, een beetje een vreemde uitzending, want we moeten een inleiding geven. We gaan terug naar Koninginnedag vorig jaar. Nou, wie ben ik? Ging op pad, wie ging filmen, ik ging de mensen interviewen. Het was leuk, het was sfeervol. En we hadden een hele leuke reportage gemaakt, we hadden ook een hele leuke dag. En we zitten 's middags even op een terras wat te drinken. En toen kwam het bericht dat de Koninginnedag toch wel behoorlijk verstoord was door iets heel vervelends. En dat druk ik me nog voorzichtig uit. Ja, en dat was eigenlijk ook gelijk een beetje het einde van deze reportage. We laten u hem nu eigenlijk voor de eerste keer zien, omdat we toch vinden dat we hem nu wel uit kunnen zenden. Maar we hopen wel dat de volgende Koninginnedag toch een stuk prettiger verloopt. Koninginnedag 2009, wat een fantastische dag. Prachtig weer, druk in ketel. En we gaan er een fijne dag van maken. Naast mij staat Sven. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Kleedjes weer, hè? Zitten, hoe laat was je op? 4 uur. 4 uur. En alles stond al klaar of moest je nog wat bij elkaar zoeken? Nee, alles stond al klaar in de auto. Okay. Wat heb je nou vandaag in de verkoop? Videobanden, fiets en televisies. Nou, dat is groot materiaal. Ja. Je moet er even gezegd opruimen die rotzooi, weg ermee? Ja. En hoe zit het met de opbrengst? Delen of mag je alles zelf houden? Delen. Met mijn broer. Met je broer? Ja. Oké. Okay. Wat hoop je op te halen, Sven? Meer dan 80 euro. Meer dan 80 euro? En wat ga je ermee doen? Weet ik nog niet. Sparen. Niet verklappen als hoort de belasting het. Hey, veel plezier vandaag. Ja, doei. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u in de aanbieding? We hebben van alles wat. We hebben een beetje kleding, een beetje prelaria, wat sportspul. Is dat de ideale manier om het huis gelijk even op te schonen? Nou, dat is wel de achterliggende gedachte, ja. Even gewetensvraag. Heeft u vanochtend Maxima gezien op televisie? Nee. Nou, dat ga ik je nog niet verklappen. Die zag er fantastisch uit. U ziet er ook mooi uit. Speciale oranje kleding? Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. Zeker als je hier zo zit. Zo is het. Veel plezier. Dank u wel. Hoe is het met u? Goed. U ziet er heel mooi uit. Ja. En waarom is dat? Nou, gewoon. Omdat het Koninginnedag is. Omdat het Koninginnedag is. Omdat het Koninginnedag is. Ik zie hier dat je met een heel gezelschap zit. Wat is de bedoeling? Gaan we dat allemaal dumpen? Moet het nog verkocht worden? Ja, eerst verkocht worden en als het niet verkocht wordt, gaan we het weggooien. Heel goed. Irado gaat gouden dagen tegemoet. Wat heb je allemaal bij elkaar geschraapt? Waar komt het allemaal vandaan? Nou, van de zolder en uit mijn kamer. En, ja. Dus jullie hebben ineens een heel ander huis nu? Nee hoor, dat valt wel mee. Nee. Wat is het pronkstuk van de collectie? Wat moet er vandaag uit? Wat is schitterend? Wat is mooi? Wat is fantastisch? Wat heb je? Nou, eigenlijk alles. Alles? Ja. Nou, je bent ook niet bescheiden hoor. Centjes, wat hoop je te verdienen vandaag? Nou, meer dan 100 euro. En wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. Nee, het is crisis, dus een beetje op de spaarbank zetten? Ja, ik denk je het weet ja. Het maar nooit. Hey, veel plezier. Ja. Wat is er vandaag aan de hand? Vandaag is Koninginnedag, iedereen is blij. Iedereen is blij op Koninginnedag, dus zou het eigenlijk elke dag Koninginnedag moeten zijn? Ja. Ja. Wat ga je doen vandaag? Ik ga kopen. Oh, je bent aan het verkopen ook? Ja. Hey, luister eens, printers, computers, toetsenborden, waar komt dat nou toch allemaal vandaan? Thuis? Ja. Hele huis leeggehaald? Ja. 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 Maar ik bedoel, is het allemaal goed nog? Ja, het is goed allemaal. Ja, ja. Ja. En wat kost het nou, zo'n computer? Niet van mij, ik wil verkopen. Oh, je wil het verkopen? Nou, als ik het nou wil kopen, wat moet ik voor zo'n printer betalen? 3 euro of 1 euro of 2 euro of zo. Schat, maar zo word je nooit rijk, hè? Nee, ik ben ook klein geld. Ik ben nog niet rijk. Veel plezier. Ja, dank u wel. Doei. Doei. Ja, je lacht je suf op zo'n dag, hè? Hoe is het? Goed. Wat is dit allemaal voor rotzooi? Het is toch rotzooi? Nee. Waar komt het vandaan? Van haar. Van haar. Ja. Hey, hoe kom je nou aan al die rotzooi? Gewoon, ja. Weet ik niet. Je hebt je kamer opgeruimd? Ja. Ja. En jij, waar komt jouw rotzooi vandaan? Van mijn oma. Van je oma? Heeft ze gezegd, kom alles maar weghalen? Nou, ze gaat een soort van verhuizen dus. Oké, dus dan is het wel handig. Ja. Okay. Wat is het leuke van Koninginnedag? Dingen verkopen. Dingen verkopen. Wat vind jij het leukste van Koninginnedag? Ook. Ook dingen verkopen. Ja. Nou, dan ga ik het aan jou niet vragen. Tot hoe laat blijven jullie zitten? Tot ongeveer 1 uur en daarna gaan we ergens anders heen. Okay. En hoe laat was je vanochtend trouwens op? Om kwart voor vijf. Om kwart voor vijf was ik ook heel even op. 1 minuutje en toen ben ik weer gaan slapen. U ziet er mooi uit. Ja, dank u wel. Vindt u het leuk, Koninginnedag? Hartstikke leuk, ja. Wat vindt u zo leuk aan Koninginnedag? Nou, al die mensen en vooral de vrijmarkt vind ik erg leuk. En ik vind Koninginnedag vanmiddag ga ik het echt vieren. Ja, hoe doet u dat? Nou, lekker op het terrasje en een pilsje en lekker kijken naar mensen. En morgen uitslapen?
Nee, morgen dan heb ik weer andere plannen. Okay. Nee, ja. Even voor de verkoop, schoenen, dameskleding. Ja, en als je nou wil passen, hoe moet dat dan? Nou, die mensen kennen me en ze weten gewoon, als ik zeg het is goed, dan is het goed. Okay. Ik kan gewoon bij u thuis een jurk komen halen. Ja, dan zeg ik, nou, je hebt maat 52. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, internationale Schiedam. Good morning. Good morning. You're from America? Yes. But you speak Dutch? Yes. Yeah. Koninginnedag al eens een keer meegemaakt in Nederland? Ja, heel leuk. Ja? Heel leuk om te zien. Ja, wat is er zo leuk aan? Oh, al die mensen samen zijn en dat de koningin zijn op de televisie. En, ja. Al die mensen de hand te houden. En ik vind het zo leuk. Hebben jullie niet in Amerika? Nee, nog. Jullie hebben een nieuwe leuke president. Ja, Obama is heel leuk, maar we zien hem niet. Waarom niet? Ja, weet niet. Nee. Gaat hij het goed doen in Amerika? Ja, hij gaat heel goed doen. Ik ga ook net als Ronnie Tober praten. Geboren in Amerika. Born in Amerika? Ja, mijn ouders zijn van hier. Oké. Okay. Ja. En waar woont u? Portland, Oregon. Ja. Ja. Groot, klein, groot? West Coast. Okay. Dichtbij California. Oké. Okay. Oh. Okay. Nou, ik zou zeggen, say hello to the Dutch viewers. Hallo allemaal, gefeliciteerd met je Koninginnedag. Oké. Okay. Ja, het is een kleine wereld, lieve mensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes helemaal keurig op de buis met de collega's. Is dat extra leuk zo'n dag? Ja, tuurlijk. Het is voor de mensen leuk en het is voor ons natuurlijk ook erg aangenaam. Ja. Waar letten jullie vandaag op? Nou, vooral proberen we het feest... Op de collega's? Ja, ook dat. Ja. Dat sowieso. We proberen het feest zo gezellig mogelijk te houden. Ja, maar mochten zich excessen voordoen als mensen over de schreef gaan, dan zijn wij daarvoor. Ja. Even praktisch, vandaag mooi weer, het wordt nog warmer. Misschien in de namiddag misschien een enkeling met een biertje op? Dat soort dingen. Nou, wij niet. Nee, maar ik bedoel dat je zegt van waar we even op letten. Ja, nou ja, dat wordt wel in de gaten gehouden. Ja. Tuurlijk is het feest, hè. Er wordt alcohol genuttigd vandaag. Ja. Maar als dat gewoon binnen de geldende normen en waarden blijft, dan is dat geen enkel probleem vandaag. Voor de fijne Schiedamse Koninginnedag. Precies. Oké, okay, dankjewel. We maken er een mooi feest van. Oké, okay, jongen. Werkster. Scheur met het ding. Ja, even met z'n vieren. Kunnen we eens even nafilmen. Schuifelen, goedemiddag. Goedemiddag. Thijszee, wat doen jullie vanmiddag? Thijszee, nou, we hebben weer de kraam, of de stand zoals we al jaren hebben. Ja. Tokkelbaan, een hele mooie nieuwe brug die we dit jaar voor het eerst gebouwd hebben. En het vlot, alles voor de kinderen, gratis om daar te gebruiken. En nog steeds niemand bereid om in het water voor ons te vallen? Nee, misschien kan jij de eerste zijn die een duik wil nemen vanaf de brug. Nou, ik denk dat ik deze uitnodiging even afslak. Ja, ik dit jaar ook hoor. Het water is nog te koud. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Nou jongen, je hebt nou je noodlot getekend. Nee. Hij eet uit de hand.
Als ze morgen naar de uitzet wil gaan kijken, neem één advies van mij aan. Vluchten. Hoe is het, vriend? Gaat het goed? Oh, ja, en een mooie oranje kuif heeft hij. Ja, hij ziet er helemaal goed uit. Ja, dank je. Hartstikke goed. Geniet ervan vandaag. Oh, ja, ja? Ja, heb ik naar je zin? Ik wel. Oké, okay. Dat is goed. Ik kan hem op loopten, ja. Ja, ja, zwaai maar even naar die meneer. Heel goed. En het wordt drukker en het wordt drukker. En we komen zoveel mensen tegen. En we willen zo graag wat gaan drinken. Maar we gaan nog even door, Wiebe. We zetten nog even door. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het vandaag? Koninginnedag. En is dat een speciale dag? Heb je daar speciale gevoelens bij? Of is het gewoon een snipperdag? Nee, het is wel een leuke dag. Ja? Wat is het leuke van Koninginnedag? Dat ik een jaar mijn vriendje ken. Dat je een jaar je vriend kent? Is het fijn, Binky? Ja. Ja? Waarom? Hij is lief. Is hij lief? We gaan hem eventjes vastzetten voor het nageslag. Ja. Dat is goed. Hey, ik had verwacht dat je vandaag wel met... want het is zwart met... ik ben natuurlijk kleurenblind met de roze of wat is dat voor kleur? Ja, een beetje paarsig. Maar geen oranje erin? Nee. Heb je al mensen bespeurd met een mooi oranje kapsel? Ja, meerdere. Ja? Wordt een trend? Vandaag wel, denk ik. Je hebt ook Maxima nog niet gezien? Nee. Nou, die heeft iets in de haar zitten. Lijkt wel een heel groot blad. En dat gaat natuurlijk heel Nederland gaat dat nadoen. Trend zet ze. Ja, ik denk het. Ze moeten bladeren kopen. Ja, we moeten bladeren kopen en dan op je hoofd plakken. Wat gaan jullie vandaag doen? Een beetje rondshoppen in Schiedam. Een beetje kijken. En vieren. Eenjarig vriendschap. Ja, precies. Maak er een leuke dag van. Dankjewel. Hetzelfde. Doei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Schiedam pour fêter la fête nationale de la reine? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Comment s'appelle la reine? La reine. De la Hollande. La reine de la Hollande. Oui. Elle s'appelle comment? Béatrice. Béatrice, très bien. Et vous êtes ici à Schiedam? Oui. C'est joli? Oui, un peu, oui. Oui? Oui. Vous travaillez ici? Oui, un peu. Un peu? Oui. Et aussi des vacances? Ça aussi, un peu. Oui, oui. Mais les vêtements sont trop chauds. Mais j'avais cru qu'il y aura... On a quitté la maison trop tôt. Ah oui. À 6h du matin. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis bonne fête aussi. Oui. À vous demain. Et félicitations pour la reine. Oui, merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Oui. Au revoir. Ciao. Ah oui. Ja, en tot zover dan de Koninginnedag 2009. Zoals gezegd bij de introductie, ja, het ging allemaal goed. Tot dat moment dat we er gestopt waren en we de berichten kregen van de verschrikkelijke aanslag. Nou, dit jaar hopen we dat Koninginnedag heel erg leuk gaat worden. Koninginnedag 2010. En we hopen u zo snel mogelijk daar de beelden van te laten zien.